Zo, Shirandi, 2018, je race gewonnen, wat je heel belangrijk vond. Ging het makkelijk? Ja, ik had die bocht moeten lopen en ja, wanneer ik uit die bocht kwam, gaat het altijd goed. Maar liep je ook makkelijk? Ja, het was makkelijk. Die lichaam is beter dan gisteren, dus dat is goed. En je hield in, hè, op het eind? Ja, ik had alleen moeten winnen, niks meer, maar morgen moet ik alles doen. Ja, wat kan er morgen, Shirandi? Kijk, we hebben hier Bolt zien lopen, we hebben Blake zien lopen, we hebben nu Martina zien lopen. Wat kan er morgen? Ja, ik ben in de finale, dus dat is belangrijk. Ik ben blij. En morgen, ik wil gewoon goed die bocht lopen en uit die bocht komen. En ja, gewoon eerst bij die finishlijn proberen te komen. Ja, en wat staat er dan te wachten? Op wat voor plek mik je dan? Ja, ik merk niet voor plek. Ik wil gewoon een goede 200 meter lopen. En ik denk dat zeker in een van die plekken zijn. Kan er een medaille in zitten? Ja, daarom ben ik hier. En ik ga ervoor. Je zegt net al eventjes, mijn lichaam, hè, gisteren was je nog stijf, mijn lichaam is beter. Wat ga je nu de komende 24 uur doen voor de finale van morgen? Ja, gewoon goed uitlopen, misschien een ijsbeer. Anders ja, gewoon in mijn machientje zitten. En... Wat is dat voor machientje? Het is zoals een compressormachientje. Dus ik ga erin zitten, straks misschien een keertje morgen. En dan ben ik klaar. En dan concentreren, focussen. En dan morgenavond die grote knal. Grote knal. Het beste dat ik heb. Heel bedankt. Shirandi, Martina, jij krijgt wel goede zin als je hem zo ziet. We zien hem dus morgen terug in de finale van de 200 meter. En het belooft ook wat voor de estafette straks. Ook nog de 4x100 met Shirandi.